We're here for the premiere of the film of our very first book, and it's a big moment for us. It's quite emotional for us, yes. Ik vind een beetje de sfeer van de grote dagen terug, heel veel volk. Zo'n feestelijke première. De première van het geheugenspel, waarin wij alle twee een rol spelen. Ik speel Claude de Ridder, de oudste zoon. 24 jaar geleden is mijn zus verdwenen. En er worden opgravingen gedaan en ineens komt het lijk van mijn zus boven. En vanaf dan gaan de poppen aan het dansen. Iedereen wordt vanaf dan verdacht. We hebben alle twee een niet heel grote rol, maar we zitten er wel alle twee in de film. Ja, ik sta wel een tweede op dat visje. Is dat waar? Ja, ja. Ja. De mijne is kleiner. De mijne is kleiner. We gaan het daarop houden. Er is mij expliciet gevraagd om niks te vertellen over de kleine rol die ik kom spelen. Ik werk als rechercheur mee aan het onderzoek. Van het hoe en wat en waar en wanneer en wie vooral. The book is about a supposedly happy family and then all the secrets and the damage lying under the surface. And it's kind of dark and it's meant to be haunting. And the film gets that. Het gaat zo over mensen en hun kleine kantjes en hun de psychologische kanten komen daar ook altijd zo heel hard aan bod. En dat vond ik ook wel heel leuk. Je voelt als je dat boek leest van een blik kan super belangrijk zijn bij de verfilming. Ik heb hem wel liggen, maar ik heb hem bewust niet gelezen omdat ik niet wou beïnvloed worden door wat ze eigenlijk geschreven hadden. Ik vind het altijd moeilijk. Als je zo het een na het ander leest in de verkeerde volgorde. En ik wou de film eerst doen en dan de boek. Het leuke aan het schrijversduo Nicky French is dat wanneer ze hun rechten verkopen, dat ze de absolute vrijheid geven aan de makers om ermee te doen wat ze willen. Jan en Lien en zo hebben uiteraard de grote lijnen bewaard. Het is geadapteerd, moderner gemaakt. A book and a film are inevitably different and they have to make changes. But it is very true to the essence of the book that we wrote. Ze hebben in de voorbije 28 jaar zomaar even 25 bestsellers geschreven. Het is wel weer iets helemaal anders, hè? Ja. Ja. Ja, maar dat is leuk. Dat is net zo leuk. Wij blijven dezelfde, maar je stelt je ten dienste van het verhaal. Wel, de film draait eigenlijk helemaal rond wat geheugen doet met mensen. Mijn vrouw, gespeeld door Anna Drijver, die begint in haar geheugen te graven van hoe was dat vroeger? Want uw geheugen verraadt u soms ook. Hè? Soms zit er iets in uw geheugen en eigenlijk klopt dat helemaal niet. The human mind is such a strange place. And much stranger than we normally think. And it's, can you trust your own memory? Can you trust your own mind? Wat dat wij nu onthouden hebben, wij ook, 40 jaar. Klopt dat nog? Is dat nog juist? Het is een hele puzzel om te zien, ja, wie heeft het dan gedaan? En kloppen mijn herinneringen nog wel met wat dat de waarheid is? En het is leuk voor de kijker om samen met haar mee de puzzel te kunnen leggen. Het is de whodunit, hè? Wie heeft de moord gepleegd ooit? Het is een beetje Cluedo, hè? Het is niet de huishoudster met een rode pijp in de bibliotheek, maar OVO, ja, is een whodunit daar wel op gebaseerd. There's a kind of game involved in about just trying to work out what happens. You know, there's a mystery at the heart of it, and can you guess it before the end?